hij had de prognose gekregen. Het is zijn verwachting. Zijn lijstje. Hoi. Hij had over het algemeen heeft hij schoon over vier. Vijf vond het schoon over een van de twee meest consistente. Over twee dagen. Dat is echt voor de speelt gewoon over. Dat zit ook in het programma. Ja, absoluut. Nee, ik ga het verder doen. Als deze kijken wij in de spiegel naar het verleden. Het spiegelbeeld toont een indrukwekkende tijd, een reflectie vol ervaringen, herinneringen die nog gedeeld kunnen worden, herinneringen die nog gedeeld moeten worden, een reflectie die eeuwig in onze spiegel zal bestaan en die we kunnen gebruiken, want wij hebben het heden in handen. Wij maken ons eigen spiegelbeeld, waar weer een eeuwige spiegel van zal blijven bestaan. Blijf ook in de toekomst kijken in die spiegel, voor een beter heden en om het verleden nooit te vergeten. Jong en oud, man en vrouw. En zo moet het ook. We herdenken hen ook die opkwamen voor de verdrukten en vertrapten. Zij deden dat vaak met gevaar voor hun eigen leven. Zij vormden toen de ruggengraat van onze vrijheid van nu. Dankzij hun inzet kunnen wij sinds jaar en dag in vrijheid leven. De Tweede Wereldoorlog ligt meer dan 65 jaar achter ons. En daarmee ook de herinnering, de verhalen en de overlevering. De feiten zijn opgetekend, vastgelegd in boeken. Maar wat er echt heeft plaatsgevonden, het werkelijke leed, de angst en de onmacht die gevoeld zijn, kunnen alleen degenen u vertellen die de oorlog daadwerkelijk hebben meegemaakt. We moeten naar hen luisteren en ervoor zorgen dat we hun verhalen kennen, dat we hun verhalen door kunnen geven, zodat de herinnering blijft, zodat we weten wat het betekent om in oorlog te leven, zodat we weten waarom we herdenken en daarmee hun waardigheid en hun betekenis. Marcel André Sidney Polak. Niet zozeer.